de anticorruptiecommissie die in mei dit jaar door president Chandrika Prasad Santokhi is benoemd, is bezig haar voorbereidende werkzaamheden uit te zetten. Deze werkzaamheden betreffen logistieke zaken en het wettelijk kader, welke vereist zijn voor de indiening van meldingen van misstanden en de verplichte verklaring van inkomen en vermogen. De anticorruptiecommissie wordt voorgezeten door Ilse Krenten, met wie wij het volgende gesprek hadden. De anticorruptiecommissie is op 5 mei 2023 door zijn excellentie, de president Chandrika Prasad Santokhi, geïnstalleerd. En de commissie bestaat uit 7 deskundigen en onafhankelijke leden. Deze 7 leden zijn benoemd door de president en ze worden voor een periode van 5 jaar. De anticorruptiecommissie valt budgetair onder het ministerie van Justitie en Politie. En jaarlijks brengt de commissie ook verslag uit aan de regering en DNA over haar preventieve taken. De noodzaak van zo'n commissie is, kunnen we lezen uit de anticorruptiewet. De anticorruptiecommissie is ter preventie en bestrijding van corruptie binnen de publieke sector. En dat is wat in de anticorruptiewet is aangegeven. Als we kijken naar artikel 4 van de anticorruptiecommissie, dan kunnen we daar een aantal taken in, zijn daarin een aantal taken in opgenomen. Een van de taken is het voorlichten van de samenleving, educatie, ook omtrent corruptie, anticorruptie, verder integriteitscodes ten behoeve van staatsinstellingen in elkaar zetten. Verder hebben we ook nog het registreren van misstanden, ook nog de registratie van de ontvangstbewijzen van de verklaringen van inkomen en vermogen van de publieke functionarissen die zij krijgen van de notaris. Inderdaad werkt de anticorruptiecommissie binnen een programma, maar zoals u weet, gelet op als er omstandigheden zijn, dan zal dat programma dan worden aangepast aan de omstandigheden. Maar op het programma is de voorlichting van de samenleving in het algemeen en de publieke functionarissen in het bijzonder. Kijken we naar de wet, dan zien we dat de publieke functionarissen in artikel 9 van de anticorruptiewet zijn opgenomen. Deze publieke functionarissen zullen middels infosessies die gehouden zullen worden in de congreshal. Dat is in de periode in de tweede en de derde week november van dit jaar zullen er infosessies worden gehouden ten behoeve van publieke functionarissen om hen in te lichten, voor te lichten over de verplichte verklaring van inkomen en vermogen. Verder is op het programma ook een anticorruptieweek. In verband met de Wereld Anticorruptiedag op 9 december zullen er ook activiteiten gehouden worden, deels in de congreszaal. Verder zijn er ook trainingssessies gepland voor de anticorruptiecommissie die gevolgd zullen worden. En een van deze trainingen zal worden verzorgd in december 2023. De publieke functionarissen zijn genoemd in artikel 9 van de anticorruptiewet. Dat zijn onder meer de leden van de rechterlijke macht, de leden van de regering, de leden van de DNA, de leden van de staatsraad, districtsecretarissen, districtscommissarissen, leden van onderdirecteuren en onderdirecteuren van het kabinet van de president. Directeuren en onderdirecteuren van de vicepresident. En zo zijn er nog een aantal publieke functionarissen. Maar die hebben we reeds bekendgemaakt via de bekendmaking van het CDS. Maar u kunt die ook vinden in artikel 9 van de anticorruptiewet. Ten aanzien daarvan zullen er wel nog bekendmakingen volgen
via de website. Publieke functionarissen zijn genoemd in artikel 9 van de anticorruptiewet. Onder meer zijn genoemd in artikel 9 van deze wet de leden van de rechterlijke macht, leden van de regering, leden van de DNA, directeuren en onderdirecteuren van het kabinet van de president van de Republiek Suriname en ook directeuren en onderdirecteuren van het kabinet van de vice-president van de Republiek Suriname.